Ja, daar komt hij aan hoor. Wie gaat de Hollander? Hoe komen nou al? Goedenavond, volgers. Bij Richard en Hollander. With the flight simulator, yeah. Moet spannend houden, hè. Even kijken. Ja, hopen niet dat je er nou weer uitvliegt. Nou, ja, we gaan het zien. Je weet niet hoe wat door het kwam? Nee. Sky with Richard, een leuke lettertekst, een lettertype. Ja, mooi hè? Toch jij wel een handige sodemieter hè? Ah, alle markten thuis. Ook op de Dappermarkt? Ja. Oh. Oké dan. 68%, laat maar blij wezen als je er vanavond in zit. Ja. Een paar naar mijn flikken jongen, dan brandt het. Dan is het aan de zijkant, nou is het voor, onder mijn tepel. Weet niet wat het is. Zo, goedenavond allemaal, we zijn weer live. Dit is even een beetje uitproberen met onze nieuwe Flight Sim. Wat ja, hebben we hier allemaal nieuw? Nieuw. Hij zit andersom, die aardbol. Eerst zit hij links en nu zit hij rechts. Ja, klopt. Ja. Kijk, dit bedoel je, want ik weet ook niet wat dit is. Discovery Flights, enjoy an easy airborne flight around ja, beautiful locations. Oh ja. Yeah. Spotlight evenement, dus hotspots, weet je wel. Ja. Kijk, want hier staat ook nieuw, zie je? Ja. Die wereldbol. Nou, tik open. Microsoft tik Flight aan. Simulator, nou om Xbox. Ja, dit zijn ook nieuwe. Ja, test your skills with landing challenge, boost trips and more. Flight training, is ook leuk. Ja, hospital. Maar we gaan dus even kijken. We gaan naar... From, to? Nou, dat is we gaan even naar Lelystad. Laten we daar eens even beginnen. Ik heb deze gele rakker. Cessna 172 Skyhawk. We gaan naar Lelystad. Kijk, die wereldbol is ook veranderd nu. Zie je dat? Dit was nog niet in die wereldbol. Dat je nu echt, okay. Nu echt het vliegveld erin. Kijk. Zie je? Ja. En dan kijk je precies de... Hier. Maar die landingsbaan is wel erg breed. Hier is die vliegschool volgens mij. Ja. Kijk, zet ik hem daar neer. Dit is, ja? Dit is ook nieuw. Dat is gaaf. Ja, die landingsbaan zo breed is. Zet ik even Eindhoven erin. Yes, Eindhoven. Eindhoven. Yes. Dit staat allemaal goed. Goed. Live weather. Yes. Oké dan. Kijken wat hij doet. Let's fly. Hij komt wel verder dan net. Dat is ook nieuw. Dit is allemaal nieuwe plaatjes. Ja. Dat is een landingsbaan. Er zit een bult in. Oh, ja. Dus die vanaf het begin pakt. Kijk eraf met opstijgen. Dan kan je zo de handrem eraf en dan loop je vanzelf naar beneden. Ja. Dat is wel gaaf. Dan rot je achteruit de berg af. Ja. Zoiets. Ja, dat is toch gaaf. Nou, even kijken wat hij gaat doen. Ja. Hij is nu aan het laden. Dat duurt ook allemaal even wat langer, denk ik. Ja.
Maar veel mooier, hè? Zo die berg is net. Ja, echt. Zeker weten. Net echt. Ja, ik vind het tot heden de mooiste die er is. Ja. Want als je nou weer terugvalt naar Flight Simulator 10, dan denk je ook van jeetje. Ja, vergeleken met dit, want het moet nou nog weer verbeterd zijn. Ja. Want die wereldbol, nu zie je echt de airport al. Ja. Dat is wel gaaf. Dat was ook niet. Nee, maar ja. Er komt weer 40 gigabyte. Ja. Dat zou je bij elkaar om moeten tellen. Zeg, zit je in de 200 gigabyte, zeg. Dat is veel, ik heb hoor. Al die bus simulator eraf gehad. Die deed ik toch al niet. Ja. En ik denk, wat zou kom ik ruimte tekort? Ik heb wel 2 terabyte, maar ja. Ja. Er staat al 80 gig op en nou weer 40 gig. Dan zit je al aan 1,2 terabyte. Ja. Dat is niet te geloven voor een flight simulator. Oh, kijk, ik heb mijn vliegtuigje daar al. Kijk, daar staat hij weer. Ja. Ik moet alleen Spatnex even aanzetten, want ik heb nu mijn panelen nog niet inge... Wat is dat voor een toestel, zei je? Laat de buitenkant eens zien. Deze? Ja. Dat is gewoon chest nou, zeg maar. Ah, ja. Kijk. Alleen de livery heb ik anders. Ah. Hier staat die dikke is boven. Is gewoon die 172, toch? Ja. Vliegclub Flevo. Ja. Zo, het is druk in de lucht. Ja, het is mooi weer. Oh, spannend. Ik zit al op 70%. Ja, ik heb 2 uur lang naar die shop zitten kijken met zijn download. En ging eerst weer. Wat ging hier nou weer nog meer? Wat in het begin bij mij fout liep. Microsoft Hupplepup. Ja. Yeah. Bleef hier op hangen weer. Oké. Okay. En toen gaan we. Nou. Ik had zo vanmiddag even zo'n kolomboor gehaald bij de Lidl. Die was in aanbieding. Ja. Yeah. Die was altijd makkelijker wat we willen hebben. En die eventjes in elkaar gezet en toen kwam ik terug. Nou, dat was 1 uur of 4. Ja. Maar kijk eens hoe druk het is in de lucht. Ja. Ja. Ja, ze zijn hem allemaal aan het uitproberen natuurlijk. Ja. Leuk, hè. Even kijken. Even mijn panelen inschakelen. Yes. Oh, Henk is er ook. Goedenavond, Henk. Dag, Henk. Oude brokkenpiloot. Even kijken. Die moet ik niet hebben. Ik moet even naar het goede profiel. Yesterday. Ja, ik ben zijn chatman, hè, van Richard. Richard heb het druk met handelingen, met de airport. Ja. Dus ik ben zijn chatbeheerder. Welkom in de chat van Richard de Hollander. Heeft u een vraag? Stel hem niet. Even kijken, 172. Activate profiel. Doet hij niet. Bike Rebel, goedenavond heren. Dit zijn een hoop wielen minder wat ik normaal voorbij zie komen. Ja, dat klopt. We hebben af en toe een verandering van het spel. Maar in ieder geval, goedenavond Bike Rebel. Namens Richard en Trucker Ben. Yeah. Hij gaat, Richard, is de bedoeling van Kijk, Lelystad Airport. Dit is ook nieuw, Ben. Zie je? Oh ja, oké. Okay. Al die knopjes. Oh. Dus dat werkt ook. Ja, we gaan van Lelystad met een Cessna. Gaan we naar Eindhoven. Even een testvlucht. Kijk, dat is allemaal vernieuwd. Oh ja, dat ook, ja. Ja. Zie je? Ja. Gaaf, hè? Handrem. Ja. Trottel. Ja, gaaf. Ja. Nou, eens kijken of dat kistje wil starten. Ja, natuurlijk wel. Even kijken. C3L. Beagle lights on. Dat werkt ook. Panel lights. Oh, ga je romantisch worden met je candlelight?
Dan gaat de raarslapje zit er weer zo'n scheidvlieg hier in die studio. Pot. Ja, die wil meevliegen, man. Begrijp dat dan? Ja, ik snap het. Had je gaan terug, had je een patoren mee gehad. Eerst maar eens kijken of dat ding starten wil. Full pump on. Ja, natuurlijk wel. Wat? Maar Biker Rebel, ja, dat is niet helemaal waar, hè, wat jij zegt. Meer hoop wielen minder. Nou, inderdaad, met een Cessna wel, maar als hij met een A380 had hier gestaan had. Ja. Die had meer wielen als een truck, hoor, met oplegger. Even wat info about dat, van een aardigheidje tussendoor. Richard is bezig om zijn toestel zodanig te prepareren. Dat hij zometeen van de runway kan opstijgen richting Eindhoven. Dan moet hij een pakketje ophalen en dan weer terugvliegen naar Lelystad. Ja, ja, dat dan natuurlijk. Taxi lights, eens even kijken of dat allemaal. Kijk, alles doet het. Ja, flaps. Je hebt geen pushback nodig. Flaps doet het ook. Ja, hey, Richard. Biker Rebel, hahaha, ha, ha. Ik herkende het hoor, vliegtuigje. Maar je hebt gelijk, ja. Ja, er is een hele grote update geweest van, even kijken, 40,29 gigabyte. En Richard was wat eerder begonnen, ik ben al de hele middag bezig, maar ik zit op 71%, dus die is om een uur of 10 wel binnen. En ja, Richard is hem dus even aan het uittesten. En hij zei al, er is een hoop in de lucht. Dus allemaal een update gehad van Microsoft. Ja, dan kijk maar. Hij bestaat een jaar. Dit is allemaal een beetje tussen Amsterdam en Lelystad in. Ja. Richard staat nu bij de vliegclub Flevo. Ja. Van de Flevo Airport. Is die uitbreiding er ook al? Recht voor je? Dit nieuwe spul hier. Ja. Dat denk ik wel. Maar die nieuwe baan. Ja. Hadden ze nou een tweede baan neergelegd eigenlijk? Of? Ik dacht het wel, ja. Ja. Kijk, dit is ook allemaal nieuw. Zo. Hallo. Hey. Ja. Hey, Bike Rebel. Bedankt voor het volgen, jongen. Leuk dat je er bent. Oh, hier 100 voor wat extra kerosine. Zytec. Nee. Dat is ook allemaal nieuw dit. Ja. Dan geef je 100, ik weet niet wat, maar 100 punten. Of zou het 100 euro zijn? 100 punten voor extra kerosine. Bedankt. Kunnen we nog iets langer doorvliegen vanavond? Ja. Oh, bits. Ja, ja, bits. Ja, leuk, of hè? Bites. Ja. Zo kunnen ze een beetje zien wat ik vlieg. Ja. Maar dat doe ik niet constant. Ik heb... Nee, want de kijker heeft steeds minder te zien van je vliegenbeuren. Ja, daarom. Ik heb mijn NAV-map ook aanstaan, hoor. Dus, Oké. Okay. Nou, ik denk dat we met een minuut of 10 de lucht in gaan. Hoeveel passagiers kan je nog meenemen eigenlijk? Hij slaat af. Oh. Dan is de compressie goed? Ja, die heb ik wel goed. De mixer? De goede mix. Oh. Foutje. Ja, dan staat er toch iets. Even kijken, want dat geeft een rood dingetje aan. Ja, ik moet even mijn druk opbouwen. Ja. Maar er is zeker een hoop nieuw niet te geloven. Nou ja, morgen heb ik het druk met fysio, ergo en zwemmen. Kijk, komt er één binnen. Ja. Zie je? Ja, keurig hoor. Ja, mooi. Keurige landing. Ja, hij komt netjes binnen. Ja. Oké, en landed.
Motortje draait nog steeds. Oh, jawel. Ja, dit is een spel, Biker Rebel. Als je hem koopt, de grootste uitvoering, die is het grootst qua data. En die is 40 gig groot, een kleine uitbreiding. En die wordt 40, dus dan is het spel al 80 gig groot. En nou vandaag krijgen we weer eentje, een update van 40 gig. En dan praat je niet over een beetjes, maar over gigabytes, ja. Dus dat is de mooiste flight simulator wat we ooit hebben gezien, hè? Flight Simulator, ja. 2020 heet die. Even kijken, Chestnut. Er zitten drie uitvoeringen in. Een lichte, een midden en een zware. En bij die zware heb je gewoon alles binnen. Neem je de lichtere versie, moet je alles weer los erbij gaan kopen. Ja, ik heb toestemming om te taxiën naar baan 23. Oké, okay, nou jongens, let op, het wordt spannend. Mocht je iets zien in beeld wat Richard niet ziet, meld dat. Want ik kan beter meer naar ogen hebben als ogen tekort komen. Zo is het. Ik zit achter Richard, want ik kijk op zijn cockpit. Ja, het is jammer dat jij hem nog niet compleet hebt. Ja. Had ik mee kunnen vliegen. Ja. Ja. Eigenlijk wel, ja. Hij zit bijna op 30 gig. Dus dan moet hij nog 10 gig binnen. Oh. 72%. Ik ben al dik over drie kwart heen. Oké, daar gaan we. Remmen los. 1 flaps. Toerental rustig opbouwen. Kijk eens aan, wat mooi. Ja. Als je ook zo'n bovenste camerabeeldje kijkt bij Richard, dan zie je ook zijn hele cockpit, hè? Ja. Ja, dat heb je heel mooi gemaakt, hoor. Ja, dan heb je een universele cockpit. Nou, maar jij hebt ook een mooie cockpit. Ja, maar ik heb alleen maar het idee van een Cessna, hè? Ja, nou ja, dat maakt niet uit. Dat is dit ook. Ik kan er ook een Jumbo mee besturen. Het is dit ook eigenlijk. Ja. Wat is dit? Is dit helemaal geen baan? Hé? Hé? Is dit veranderd? Is een dood stukje, denk ik. Hé, hey, waarom slaat hij nou weer af? Ja, ik weet niet. Wat is die melding onderin, dat knipperen? Ja, dat is Dus je mixer. Deze. Press to intact. Press of key 12. Interact. Hè? Maar Dat jij gewoon recht op ik moest daarheen. Kijk, ik zie het al. Ah, je gaat gewoon even de rustig door het gras heen. Ja, dat maakt niet uit. Wel, nee. Kijk eens wat er in de lucht hangt. De Cessna is ook gebouwd op het is hartstikke druk. Ja. Je kan met het spel een stukje of rood, ja, is leuk. Je kan met dit spel Met Richard Hollander kun je alle kanten op. Met dit spel kun je altijd online spelen. Je kan ook solo, dat maakt niet uit, maar je bent altijd verbonden met het netwerk. En de wolken die je ziet, ik weet niet of het exact dezelfde wolken zijn, maar het is wel het live weer van op dit moment. Hè, als Lelystad gaat regenen, dan gaat het hier ook regenen. En het is ook met verkeer. Ik heb bij die vorige update al gezien, Richard, dat je ook met live vliegtuigen kan vliegen die momenteel ook in de lucht zitten. Ik weet niet meer hoe ik daar kwam. Wist ik ook niet wat ik zag, kon je aantikken. Kijk, ik heb toestemming om op te stijgen, dus. Oh, dat zag je niet. Nou, dan gaan we eens even Nederland van boven kieken. Jij hebt natuurlijk je radioverkeer niet op dit scherm zitten. Nee. Ik maak gelijk een doorstart, want ik rol nou zo mooi. Ja joh, daarom is het programma zo groot, hè? Ja. Dan halen het live weer binnen.
De multiplayers halen ze allemaal binnen. Je bent altijd verbonden. Je hoeft niet te zoeken naar een server. Nee. Even mijn snelheid naar 70 knots. Ja, en grafisch is hij ook mooi, ook voor het landschap. Die geige jongen, die wolken, die, of je echt in de weet het, reality vliegt. Ja. Even mijn snelheid opzoeken en de hoogte. Ga naar... Ik zal het maar vertellen, Richard is een thuiswerker, hè. Als je thuis dit vliegtuig echt te besturen. Ja. Er is nu onderweg een Cessnaatje van Lelystad naar Eindhoven. Dus dat is een digitale thuiswerker. Nou, dag Lelystad. Ja, toedeloe. Mooi hè? Ja. Wunderbar! Wunderbar! Mooi opgestegen, mooi rustig. Ja. Stal. Een beetje rond de... Wat stal? 1300 feet. Wat zag je nou weer in tekst in beeld komen? Over een knopje heen gaat, geeft hij meteen de uitleg ervan. Ik ga het even op... 1500 voet vliegen. Ja. Hoe zijn die voeten? Zijn die allemaal afgehakt? Zoiets. Ze heeft mijn snelheid een beetje rond 90. Ja, snelheid is gezakt. Ja, dat moet, hè. Je moet altijd binnen een gebied van een luchthaven moet je altijd naar eisen voldoen. Je mag daar niet laag vliegen dan zoveel feet. Als je er niet gaat landen. Nee, maar ik heb mijn snelheid. Die zet ik straks even iets terug. Want ik moet eerst even mijn hoogte bereiken van. Dat je daar stabiele vliegt. Van 1500 voet hebben. Ja, heb je daar stabiele 1500, dan gaat die zijn gas regelen. Want het is natuurlijk geen vrachtwagen of een auto. Nou, ik moet eerst even de goede hoogte bereiken. Ja. Meer handeling als in een truck. Flaps up, klopt ook. Klapstuk? Oh, we zijn er tegenwoordig ook al in het vliegtuig. Ja. Even mijn toestel opzoeken. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We are now above Lelystad, yeah? And we go in direction Eindhoven, Philips. Gloeilampjes halen. Dat is die gekke. Dat is die gekke. Nou, rak even naar... Wat is Henk stil? Is hij achterover gevallen? Of had last van hoogtevrees, Richard, dat je hem niet meer hoort? Ja. Nou ga ik eventjes naar links draaien. Kijk, doet hij ook nog. Eind. Mooi hè, die windmoletjes. Ja. Ja, dus dan gaan we nou langs de zes weer een showtje bouwen. Ik ga nu richting Zeewolde. Ja. Ja, kijk even met de NAV-map mee. Oh, je gaat nou weer naar rechts, hè? Kijk uit. Ja, ja nee. Ik, Had je turbulence? Chocolade. Even kijken, want ik kan ook even over jou heen vliegen. Dat ik even naar rechts draai naar Almere. Doe maar niet, joh. Nou, ik ga wel even rechts. Als je neerstort, zitten wij met de problemen. Nou, ik heb voorlopig brandstof genoeg. Gaan we even richting Almere. Ja. Het is mooi, redelijk helder. 1500. Ja. Het is hartstikke mooi weer. Ja. Muziek is er mooi.
Zo, wat is dat beneden hier? Oh, nog eens. Laag allemaal grote, weet je, die geranen zo. Wat bedoel je? Ja, ik zag iets van geraamtes liggen. Ja, niet menselijke geraamtes, maar ik weet het niet. Er lag wat achter je. Hier, dit? Ja, daar op de grond, ja. Ja, een soort ja. Gruis met een landgoed of zo. Ah, oké. Ja, het is gewoon een hele tuin om dat huis heen. Ja. Dit is ook mooier geworden. Ja. Echt wel. Ah, je zit naast me, zie je wel. Ja. Co-piloot. Ik heb een beetje lang in de zon gezeten. Ik ben een beetje verkleurd. Ja. Ah ja. Oh, de Ravel is ook weg, want we hebben maar weer één kijker. Maar dat geeft niet. Hij is geweest. Oh, dat maakt niet uit. Wel, nee. Ik ben nog te laten kijken. Buig ik even naar rechts, naar Almere. Ja, je weet dat dit levensgevaarlijk is, hè, wat je doet, hè. Dat ik zit te kijken, je hebt de eerste kans dat je geen antwoord meer krijgt. Hoezo? Dat ik weer in elkaar gedonderd ben. Oh. Gaat niet helemaal lekker weer? Nee, maar als ik helemaal niks zie te doen. En, oh, ja. dan kak je weg. Ja. Ja, oké. Maar dan weet je het. Ja, je kan nou niks doen natuurlijk. Nee. Nee. Ik kan wel mijn autostuurtje bewegen, maar ja, dat heb ik geen effect. Nee, dat weet ik ook niet. Maar ik ben wel benieuwd. Ik ga morgenmiddag wel even kijken. Ja. Nou, het ziet er wel mooier uit ook. Ja. Het is wel veranderd. Echt wel. Ik zal zo eens even een bocht langs Schiphol maken. Kijken hoe dat geworden is. Oh ja. Dat is ook wel mooi. Ja, dan kun je ook een beetje schuin Schiphol. Ja, hier... Dan hou je een beetje schuin naar beneden. Richting, ja. Ja, wat was daar? Almere, ga ik nu even recht overheen vliegen. Ja. Hier heb je de snelweg. Oh ja. Ga ik nu overheen. Ja. Kijk, zie je al die autootjes rijden. Ja, en langs dat stuk zijn ze ook allemaal windmolens aan het bouwen, hè? Ja. Even kijken of we nog iets bekend zien, want dit is het begin van Almere. Ja. 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 Is dat voor een veld? Vlieg nou over Almere Hout. Ja. En de Oosterwold, ik weet niet of je dat wat zegt. Oosterwolde. Dat is nou een heel groot Lidl gebeuren. Ja. Hele grote Lidl. Maar nu over het weerwater komt eraan. Dat ken je ook wel. Oh, Rebel is er nog, gelukkig. Ja, weerwater. Ja, zeker. Leuk, hè? Dat de rivier rechts, dat is die spits van de vaart. Met die bocht erin. Ja. En je top van je rechtervleugel. Ja. Floriade-terrein, dat ligt hier. Ja. Floriade-terrein. Ja. Leuk. Oh, zou je de kabelbaan ook zien? Ja, die zat er ergens langs de snelweg, toch? Ja. Ja, want hier loopt die snelweg zo. Ja. Kijk, nou vlieg ik er overheen. Ja. Mooi, hè, die autootjes allemaal. Ja. Ja, is dit echt... Ja, is mooi. Voor Rebel, als je vroeger naar beneden keek in... In Flight Simulator 10, en dat was een van de eerste Flight Simulators die ook heel realistisch was. Ja. Maar als je dan naar beneden keek, was alles gefotografeerd. Dus alles was plat 2D.
En als je nu naar beneden kijkt, blijft het gewoon 3D. Nou, dat is wel heel knap hoor. Ja, ik vind dit wel heel mooi gemaakt nu, want dit is wel verbeterd al. Ja. Kijk maar, als je er nu overheen vliegt, hoe... Ja. Hier, Almere Haven, of welke haven is dat? Nee, is niet... Nou, de eerste. Niet Almere Haven. Ja, zeker mooi geworden. Ja. Nee, ligt de Almere Haven ligt aan de andere kant van het water. Links. Ja. Het is een partij druk op Schiphol, joh. Ja, dat is wel best. Wordt straks druk. Nou, ik moet even weglopen. Oh, Head of Watersport. Ja, dat kan heel goed. Oh, dan kom jij ook hier uit de buurt. Heddock is dat, ja. Ja, dan ben ik nog met Annerie nog een bootje wezen kijken. Ja, er was sprake van dat ze die op zouden doeken. Ja. Nou, we vliegen nu boven de... Wat is dat? De A6, hè? Ik kan het even niet zien. Ja, dat is de A6. Hallo. Wij gaan over Almere richting Schiphol. Laten we even Schiphol van bovenaf zien. Voor de liefhebbers. Zo, ik ben er weer. Oh. In welke buurt woon je, Rebel? Ik zit in buiten. Maar sluis, oh. Nou, dat is niet... Nou, mooi zonnetje zo. Niet naast het uur. Maar dan kom je hier veel, dat ik het allemaal zo goed weet. Hier heb ik nog gevaar onder de A27 door. Oh ja, ja, ja. Zo naar Pampus. Ja. Mooi, hè? Ja. Ja, hier heb je Weesp. Vlieg ik nou op af. Ja. Muiden. Ik denk hier de Muiden. Weesp ligt iets dieper het land in. Ja, dat kan. Ja, want hier ligt Diemen. Ja. Ja, Weesp ligt erachter, ja. Daar vlieg ik nu op af. Die ligt hier. Ja. Want volgens mij ga je hier bij Muiden, ga je hier de Vecht op. Ja. Richting Vreeland en Loenen-Breukelen. Daar hebben we nog gevaren. Zijn we hier langs gegaan, zo. Okay. En zo Muiden in en hier tussen dit water, hier. Met die kronkel. Ja. Ja, daar hebben we gevaren, mooi. Maar leuk, Rebel. Rebel zegt, Richard, maar voormalig VIP-chauffeur heb veel van Europa, maar vooral van Nederland kunnen zien. Oh ja, leuk. Ja, ja. Leuk beroep. Ja, nou zie je Nederland van bovenaf. Ja. Ja, daarom herkent hij niet ook allemaal. Ja. Zal iets minder snel. Ja, weet je dan ook hoe dat gaspietje heet in de derde veld links? Nee. Hoe lang die is? 10 centimeter. Oh, dan moet er gemaaid worden. Ja. Dit is de Papa Hotel Bravo Romeo Alpha. Een goedenavond, Schiphol. Goedenavond, dit is nou hoor. Papa Hotel Bravo Romeo Alpha. Ben je nou verkouden? Nee, je doet radio verkeerd nou, ja. Oh, wat hebben we hier beneden? We follow your flight plan. Dat is ook een watertje. Ja. You are now in our area. Mooi hè, Nederland. Ja, stiekem. Kijk, wat een water. Ze dat allemaal dempen, jongen. We kunnen huizen bouwen. Ja, nou vlieg ik... woningnood meer. Boven Weesp. Ja. Moet even kijken of we de arena kan vinden. Ja, in Amsterdam Centraal. Oh, dan moet je meer naar rechts doen. Moet ik nog naar rechts, hè? Naar, even kijken of we de arena kunnen vinden.
Oh, dat is richting Schiphol. Ja, Diemen. Achter Diemen, toch, Thor? Ja, maar dat ligt er aan waar jij vliegt. Hè. Want, meestal is het van Las Vegas, dat was het één rechte lijn omhoog. Of naar beneden, hoe je het ja, ik zal even iets naar rechts draaien. Ik heb de kaart naast me staan. Ongeveer 270 graden, ja dat zou wel kunnen. Hey, maar kun je met dit spel ook een tower spelen? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Met Flight Simulator 10 kon dat wel, hè? Ja, dat weet ik niet of dat kan. Zet je in een multiplayer section op? Ja. En dan kun jij als Flevoland bijvoorbeeld, bemande je daar de toren. Ja. Even kijken, want je hebt de Bijlmer. Zuidoost, dan moet wel ergens die arena zitten. Ja, dat klopt, dat klopt. Vanaf Amsterdam Oost gezien. Is dat niet Zuidoost? Dan krijg je eerst de arena en dan de Bijlmer. Duivendrecht. Ja. Kijk, en dan die flats beneden te zien. Daar zit je al boven de Bijlmer. Ja. Ja, dan moet je de Bijlmer wel kunnen zien. Nee, of is dat wat voor moeilijk te zien zo? Nee, de Bijlmer heeft meer van die flats. Die parallel aan elkaar lopen. Hier heb je de arena, kijk. Ja, hier links, ja, zie je wel. Ik zal er nu even overheen vliegen. Ja. Ik wou net zeggen, die moet hier ergens zitten, ja. Ja. Oh, die is wel gaaf. Kijk eens. Ja. Mooi, hè? Ja. Je zal dat bewonen met het geschreeuw van die gast. Ja, ja, hij is ook exact een kopie ervan, hè? Ja. Hij zit uit, die zit daar. Kijk maar. Ja, is mooi. De arena. Het dak is dicht. Die weg eronder door. Ja, mooi hoor. Ja, mooi gedaan. Ah, leuk. Voorlijnen. Heel mooi. Nou, op naar Schiphol. You're not allowed to land on Schiphol. Your direction is Eindhoven. Do not fly our area. Je moet weer vliegen dan. Ja, je mag er eigenlijk niet overheen vliegen, maar jammer dan. Nee. Oké, PHBLA krijgt bij deze de bekeuring. Dit is de luchtpolitie. Mag ik even iets bijdraaien? Ik heb een screenshot gemaakt, ik heb bewijs. Ja, het maakt niet uit, biker. Weet je wat je bedoelt? Om even slingeren, dan wordt het oosten, westen. Kijk, gaat hij weer draaien, dan is het nou weer vanuit het zuiden. Ja, bikerrebel, ik heb een navigatiemap hier. Niet in beeld voor jullie, maar ik heb hem hier rechts staan. En het is op Schiphol momenteel, al deze toestellen staan op Schiphol. En vliegen erboven. Dus die ga ik ongetwijfeld, ga ik er een paar van zien in de cockpit. KLM, ja kijk, allemaal KLM nummers. Ja. Dus dat is live verkeer, hè? Ja, dit is allemaal live. Dit is in werkelijkheid, als ik op de NAV-map kijk, dat is allemaal oranje op Schiphol met toestellen. Ja. Maar ik probeer er een beetje rechts omheen te gaan. En niet er helemaal recht overheen. Kijk, en die niet logische namen, ja dat zijn allemaal multiplayers. Ja. Maar die KLM 922 of 1922, ja dat is allemaal... Ja, dat is net zo. Dat, kijk, komt er één aan, zie je? Ja. Hier recht boven mijn scherm. Hier. Ja, ik zie hem. KLM 1948. Ja. En ik ben de Pap Hotel Bravo. Maar die zit vrij hoog nog. Ja, maar is ook een oud toestel. Die zat naar boven 3000. Die zakt nou veel te snel naar beneden. Die komt veel te hard aan. Kijk, hier links heb je Schiphol. Zie je?
Hier heb je de baan, volgens mij is dit 27. Kijk, het zonlicht kaatst. Zie je dat? Ja. Mooi, hè? Ja. Nou, ik vlieg er wel even een rondje omheen. En dan ga ik richting Eindhoven. Maar dit is echt mooi gemaakt nu. Ik zit op 30,5 gigabyte. Heb ik binnengehaald. Kijk, daar zit ik ook even rechts van de baan. Oh ja. Baan 27. Vlieg ik ook niks in de weg. Alleen ik moet met opstijgend verkeer even oppassen. Ja, je moet continu links en rechts kijken. Die update is zeker de moeite waard, Ben, dat zie ik. Ja. Echt mooi. Ja. Kun je ook eens over Hilversum vliegveld Loosdrecht vliegen? Doe even een rondje en dan ga ik... Scarco, ik vlieg even een rondje om Schiphol heen en dan ga ik voor jou even richting Hilversum. Dan probeer ik hem nog even in Hilversum op het veld te zetten, als je dat leuk vindt. Ja, goedenavond. Dit is een verzoekprogramma. U vraagt en wij vliegen. Aan de andere kant horen jullie Captain Ben. Mijn grote vriend. Kijk, er gaat er één de lucht in daar van DHL volgens mij. Mr. Mike. Oh, ja. Een Boeing 787. Die stijgt nu op. Oh, mooi. Lege namen. Stond rechts onder de grond. Zo heet het er niet. En zo zie je het vanuit het cockpitje. Ja. Ja, leuk hoor. 1590 snelheid. Perfect. Ja. Draait dus een zonnetje, juffrouw. Nou, dan ga ik... voor Scarco even onderweg naar Hilversum. Ja, Hilversum, Loosdrecht. Ja, is leuk. Oftewel de Vinkerveense plassen. De bedoeling was dat ik naar Eindhoven ging, maar ja, dit is bekend terrein. Dat kan alsnog. Oh ja. Even kijken. Ja. Nou, ik wil nog even Schiphol van die kant laten zien. Zo. Ja, dat is mooi. Kun je zien, hè? Wat een vliegtuig hier rond Schiphol. Super gaaf. Ja. Allemaal Airbussen. Die A20M. Nou ja, die langs de A4 staan. Ja. Ja, oh, mooi hoor. Verkeerd terrein. Heel leuk. Oh, Mark de Rebel, heren, bedankt voor de lol en de goede vlucht. Ik ga zelf ook maar even kijken. Tot de volgende keer. Yes. Ja, Mark de Rebel, bedankt voor het kijken, man. Leuk dat je er was, jongen. Ja, en pils, hè. Bye bye. Nou, je volgt Richard inmiddels, dus als we live zijn, dan... kom je maar kieken. Ja, of dat nou vlieg of trucken is. Ja, dan zijn we van alle markten thuis. Ja. Dan maak ik even een bochtje langs Uithoren. En dan ga ik langs Uithoren richting Hilversum. En dan ga ik even kijken of ik dat vliegveld kan vinden. Als het goed is wel. Nee, maar dat is het voordeel. Dat is een grasveldje, Hilversum. Ja, ik heb hem al gevonden. Er staan ook een paar toestellen, dus dat is makkelijk. Probeer ik daar wel even te landen voor Scargo. Dat ligt naar rechts aan de rand van het water. De Max Hip. Kom je uit Hilversum toevallig dan Scargo? Die ligt helaas. Ik kom van Hilversum af.
Ja, hier vliegt, er ook eentje. Ja, helemaal rechts voor jou. Maxine. Ja, ja, die bedoel ik. Zit op 146. En ja, nou, die. En nou is die weg. Ja, leuk. Het is wel mooier geworden, moet ik zeggen, hoor. Ja. Na die update. Maar is het dan niet de nadelen van als jij bijvoorbeeld het Centraal Station als extra update had neergezet? Dat je dat dan weer overschrijft? Heb je wat ik bedoel? Ja. Zet even die radio uit, hoor, want dat is zo storend. Oh. Hilversum. Select runway. Even kijken. Ik pak 13 wel even. Dat is er zoveel, hè? Ja. Hier links heb je ergens uit horen. En iets verderop Meidrecht. Ja. Ja. Hoe heb jij je radio niet aanstaan? Kan ik de displays niet zien hier vandaan? Mijn radio? Ja, die boven je navigatie. Oh, deze. Ja, dan moet ik even een ander profiel hebben. Ja, ik zit er ook mee te klooien. Ik draag het niet voor mijn ogen. Nee, de ene keer dan is die wel, want die multipanel die werkt wel. Ja. Maar dan moet ik nog even het goede profiel bij zoeken. Ja. Even kijken, nu ga ik even iets meer naar links draaien nog. Gaan we de Loosdrechtse plassen opzoeken. Oh, naast het vliegveld, je voetbalclub, in dat voetbalstation. Oh, hier, leuk, man. Hier ligt Meidrecht. Dan ga ik nu... Het is anders groot geworden qua industrie, hè? Ja. Want ik heb vroeger bij Johnson & Johnson gewerkt als portier. In de bewaking. Ja. Kijk, dan vlieg ik even recht over Meidrecht heen nu. Ja. Dan heb je daar verderop in de vette de... Loosdrechtse plassen. Ja. Mooi, hè? Ja, als dit recht aanhoudt en je komt daar zo. Ik zal even een andere pakken. Kijk, heb je hier de Loosdrechtse plassen. Nou, als je een beetje deze lijn aanhoudt, dan vlieg je zo naar Hilversum vliegveld. Zit ik aardig op koers. Moet ik er iets naar rechts? Gaan we even op visite bij de vliegclub Hilversum. Ja, dit is, dit is Meidrecht. Industrieterrein. Ja. Ja, dat is groot hoor. Daar heb ik nog vlakbij gewoond, want Wilnis ligt hier voor Meidrecht. Klopt. Daar heb ik ook nog een jaar of zes gewoond. Ja. Ja, is leuk. Het is ook duidelijk hoor, als je inzoomt. Ja. Absoluut. Het is alleen jammer dat je daar geen autootje ziet rijden. Nee, nee. Dat zou dit te gek worden. Naast het vliegveld heb je een voetbalclub, daar voetbalt mijn zoon. Oh, wat leuk. Ja. Ja. Oh, dus we hebben met een papa te maken. Ja. Scargo. Dat is toch niet je leeftijd, hè? 85. Nou, dat toch. Ik wil niet lullig doen, maar het staat erachter. Ja, het zou kunnen. Ja. Maar ja, zijn zoon zit op de voetbalclub, dus dan is die man geen 85. Nee, dat kan niet. Oh, hij is uit 85. Kijk, dat verandert de boel. Oh, kijk eens aan. Ja. Nou,
Maar we gaan niet zitten regelen hoe oud je bent, hoor. Vader van 3. Oh, kijk eens aan. Je hebt hem ook niet versleten met plassen. Nee. Nou, het duurt niet lang meer voordat we bij Hilversum zijn, dus... Vijf, acht, elf. Ik zal even kijken of ik een landing kan doen in Zijn dat je maten? 5, 8, 11? Ja, dat is zijn geboortedatum. Nee, 1 van 5, 1 van 8 en 1 van 11. Oh, zo. Maar ik, ja, ik zie het. Ik zal hier even een grapje tussendoor. Ik zat even op mijn radarscherm te kijken of ik wel... Ja, ik ben toch jouw chatoplezer? Oh ja, helemaal top. Ah, nee, de leeftijden. PD. Nou, per definitie. Of papa direct. Als je nou je toestel wil wassen, neem je even een duikvlucht. Nou, ik moet even iets naar rechts. Dan kom ik iets beter bij Hilversum aan. Oh, PD, zijn smiley zo. Mooi. Nou, herken je de omgeving al een beetje? Oh, turbulent Sean. Trucksbook client, een nieuwe versie van het programma is gevonden om het programma optimaal te kunnen gebruiken. En weg is de tekst. Hey, wel een prachtig weertje om te vliegen nu. Super mooi. Oh. 31 gig. Ah, nog 9 gig. 78%. Oh, het schiet al op, Ben. Hier, de Loosdrechtse plassen. Ja, wel een nat zootje daar, zie je dat? Natte voeten krijgen je. Ja. Hier reed de mast van Hilversum. Die tv-mast, of niet? Ah. Nee. Ah. Nee, die moet aan die kant zitten. Maar die hebben ze weggehaald. Die hebben ze plat gegooid omdat jij er overheen kon vliegen. Nee, dat zou niet. Dat is wel die tv-mast. Deze. Oh. Zie je? Oh, ja. Daar. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Dezelfde golfjes, hè? Ja. Als je het doet. Ja, je moet heel goed opletten met dat vliegveld. Dat is wel een windje, hoor. Ja, volgens mij is hier dat vliegveld al. Ben ik nou gek? Ja, jij bent gek. Oh nee. Zie je, ja, het is best lastig zoeken dat veld. Maar ik denk dat hij iets meer daar ligt. Zie je wel dat je gek bent? Ik ben hartstikke gek. Ja. Ja, zeg, ik moet hier liggen. Of ik ben gek. Nou, ik zet ernaast. Nou ja, maak je niet druk. Nee, hier al ligt het veld. Kijk. Zie je? Ja, daar ligt hij. Ga ik even wat gas terugnemen. Kan je reclame maken met al die bedrijven op je toestel? Even kijken, want dan moet ik er omheen vliegen. Ja, want je vliegt nou 350 graden. Oh. Ja, als je daar landen wil, zou ik ook maar even iets gaan zakken. Ja, ik...
vlieg eerst even er naartoe. Ja, dit is wel die, maar je ziet die baan bijna niet. Kijk. Dit is wel het vliegveldje. Oh. Ja, zeker weten. Maar het is gewoon een grasbaan, hè? Ja. Ah ja, dat maakt het niet uit. Je landt nog gewoon. Zie je? Je ziet bijna geen baan. Nee. Wat is het? Hebben ze geen geld voor asfalt? Ik dacht wel dat dat beter zou zien hoor. Dat, maar je ziet die landingsbaan bijna niet. Maar meestal loopt hij zo. Ja. Maar dat zie je bijna niet. Ik zie ook geen vliegtuigen staan. Ja, hier ook. Maar ik zit nog vrij hoog, dus ik ga wel even kijken of ik hem kan neerzetten. Ah ja, gewoon motor uit de laten klappen. Ja. Nee, ik probeer hem wel even op het gras te zetten. Ja, goedenavond. Als net snel in Willy, kom erin en is eruit. Ja. Even de snelheid eruit. Even over de bossen van Hilversum. Oh. Scharko zegt, links heb je de hei, daar woon ik naast. Links. Ja, het is wel een bebost gebied. Ja. Allemaal van de koninklijke familie. Gebouwen ook, zie je dat? Ja, de Hilversum, die oude tv-gebouwen. Ja. De Vara, de Troos. Nou, ik kom precies uit op die baan, geloof ik. 500. Ja, je hebt ook geen landingindicatie wat betreft van lampen. Nee. Ja, er staat één pilaartje daar, geloof ik. Oh. Eén lichtpuntje. Ja, maar ik zet hem wel even zo neer. Er loopt wel enigszins iets van een baantje, maar... Hilversum. Kijk, tussen die twee pionnen door en dan zit je goed. Oh. Ja, keurige landing hoor. Oh ja. Het gras is wel hoog hier, zeg. Ik ga er meteen maaien. Ja, ik ga gelijk even maaien hier. Nou, daar heb je de vliegtuigjes.
Zie je? Ja. Nou, Hilversum. Weekend er niet. Ja, ik hoog het gras. Ja, mooi hè. Ik zal hem even naast die andere zetten door. Die grijsstroken zijn gewoon parkeerplekken, ja. Ja, hebben ze wel van beton gemaakt, want anders zit hier in de grond. Nou, dit is Hilversum voor Scarco. Scarco. Speciaal op verzoek, geland Hilversum. Ja. Dit was het programma U vraagt en wij vliegen. Leuk hè? En zo sta je in één keer op de grond in Hilversum. Ja, haha, lachen man. Thanks, thanks. Ja, graag gedaan hoor. Nou, dan kan ik even. Dan doen we het. Kan ik even een bak koffie regelen en. Ja, ik ga een serietje kijken. Dit duurt nog wel even. Oh. 32 gig. 80% binnen. Ja. Ik wil dan even kijken waarom ik mijn... Lights off. Navigation light, dat kan even aanblijven. Full pomp. Off. Moet ik even naar Spatnex profiel. He, hold the tolk, wat zag je daar staan? Je zat rechts onderin, toen zag je staan, hold the tolk. Waar? Nou, weet ik veel, bij jou rechts onderin ergens. In mijn scherm? Ja. Je ging er over een knop heen en toen zag ik staan... Nee, meer de hoek in, dacht ik. Oh, hier. Nee, ook ja, elk knopje geeft er nu aan, kijk. Ja. Al, dat was... Dat was oh, ook, to lock. Dat was ook niet. Ja. Hé, hey, nieuwe volger, welkom, nieuwe volger. Leuk dat je Richard volgt. Ik had niet in de gaten. Nou, ik zit even naar het profiel te kijken voor mijn radiopaneel. Ja, ik wacht wel eens een keer dat dingen staart heb of jij een goed profiel hebt, want dan kan je gewoon rustig doorgeven. Wil kijken wat hij... Ja, hij staat wel aan in mijn systeem. Oh, wacht even, Scargo zegt ook een duur setje, denk ik, wat je daar hebt staan om te sturen. Nee, ik heb hetzelfde uitrusting. Het valt wel mee hoor, al met al. Ik bedoel, er zijn veel duurdere... Maar ja, dat is voor Eurotruck ook, hè. Hebben we de G29. En dan kun je ook heel duur gaan, hè. Maar dat valt wel mee, hoor. Tuurlijk. Elke hobby kost geld. Maar dit is wel op te brengen, hoor. Ja, op te hoesten, laat ik het zo zeggen. Toch, Ries? Ja. Ja. Dus ik zit even te kijken, want ik wil eigenlijk dat radiopaneel even ook aan hebben. Maar ik snap niet waarom die dat niet pakt. Maar zit je wel in je hoofdscherm? Ja. Oh, want anders werkt niks, hè? Als je op, zeg maar, oh, dat, dat bedoel je. Ja. Ah, leuk. Scarco volgt je ook. Wat heeft die andere al een lang nummer? Ja, hele lange naam. 2603. Nou ja, ik weet het niet, maar mijn panelen werken wel hoor, zo is het niet, maar het is een beetje vreemd dat je hem... Ja, maar ik zie die balk ook niet meer boven komen verschijnen. En toen straks wel. Als je heel langzaam naar boven gaat, moet je die extra pop-up balk krijgen. Nou, de rest werkt allemaal wel hoor, met... Alleen mijn radiopaneel, dat heb ik vaker in die Chesnars. Die geven dat dan niet aan.
Ook niet als je meer een nou, je moet wel in je. In je cabine zitten. Ja. Wel leuk hè, zo Hilversum. Ja. Oh, hier staat Vliegschool Hilversum, kijk. Ja. Hier ook. Ja, Vliegschool, ja, ik zie het, ja. Ja. Er staat ja, hier nog een of andere klepzeiker in de gras te piezen door. Zie je dit? Oh, wat een schof. Hé, hey, mag niet. Mag niet, joh. Ja, leuk Scargo. Even op verzoek zo ergens even landen. Geen probleem hoor. Richard doet dat even. Mooi zonnetje. Ja, graag eens. Hoor. Schijnt. Maar kijk, daar heb je die balk. Ja. Welke balk? Nou, wat ik bedoel om je in de radio naar voren te halen. Oh, ja, nee, hier deze. Wat hier bovenin met je gewicht en brandstof. Ja. Maar jij wil hem helemaal uit hebben. Nee, ik bedoel mijn radiopanel. Oh. Dat bedoelde ik. Request taxi to parking. Taxi for take-off options. Of ground service. Depart straight out. Hallo? Zo, wat gebeurt hier? Bravo Romeo Alpha request destination. Wat krijgen we hier in één keer? Ja. Nee, ik schiet dat ding de lucht in. Ja, ik zie het. Ja, dat zijn die update's, hè. Dan moet hij even wennen, denk ik. Ja. Is ook raar. Ja. Stel voor je was uitgestapt op de piste. Ja. Was je kwijt. Nou. Dat is ook raar. Scargo zegt... Net links in beeld, naast die zeiken in de hoek, heb je een kazerne zitten. Oh ja. Ja, leuk. Ja, leuk is het een beetje bekend voorkomt, hè? Ja. Nou, je had een echt een hele snelle... Ja, ik zit gelijk weer in de lucht, joh. Ik hoef niks te doen. Ik hoef niet te starten, niks. Dat is een even boek. Nou. Ach, hier. Dan weet ik niet meer waar ik zit nu. Even mijn kaart erbij. Ik weet het wel, in de lucht. Ja, even mijn kaart erbij pakken. Oh, ik ga nou richting Bilthoven. Hij zet hem even in de tuin van Soestdijk. Soestdijk? Ja, Paleis Soestdijk. Zet hem even in die tuin daar. Je moet naar rechts voor naar Eindhoven. Ja, ik moet eerst even naar 1000 voet. Nou, dat kan je ook doen als je een rechte bocht maakt. Oh ja. Ja, blijf leuk. Hoe maakt het de linker bocht? Ik ga nu naar Soest. Even kijken of we Soestdijk kunnen vinden. Bij Hoevelaken linksaf. Soest, moet ik even iets naar links. Ja, leuk. Kijk, koffievelden beneden. Ja, koffievelden. Ja, mooi hè. Op weg naar Soestdijk. Gentlemen, when you look to the left, you see nothing on the right. And in front of us, you see the horizon. And above us, the sky, and beyond. Hier rechts heb je Den Dolder. Even kijken, want dan moet ik nog iets naar links voor Soest. Die vliegt ook mooi zo in het bosje. Ja, daar woon je mooi hoor. Dat is Bilthoven Den Dolder is dat. Oh, dat is ook zo prachtig wonen.
Eens even kijken of dat paleis er wel op staat trouwens. Ah, oh, natuurlijk wel. Ah, wie hebben we daar? Hey mensen. Hey Erik. Zo, misschien? Ja, goed. Ja hoor. En met jou? Zo. Ja, nog een beetje gesloopt. Nog steeds ja. Van gisteren. Ja, je had een volle dag gisteren. Ja, behoorlijk volle dag. Ja. Zes uur opgestaan gisterochtend. Daarna naar Toverland. Daar heeft hij dan 9 uur in Toverland. Daarna nog naar de Mac en daarna weer terug naar huis. Het was 11:15 thuis. Zo. Dus ja, het was een lekker dagje inderdaad. Ja. Dus, maar bedankt in elk geval voor jullie felicitaties. Ben, jij bedankt voor je cadeau. Ja. Graag gedaan. Waar ligt dat Soestdijk ook alweer ergens? Weet ik veel, langs de Hoofdweg. Provinciale weg, weet ik wel. Soestdijk? Ja, Paleis Soestdijk. Oh, bij de Koningsweg. Ja, bij vlak bij de Prinsessenlaan. Zo, zijn jullie daarheen aan het vliegen of zo? Ja. Ja, ik ben nog steeds een update aan het doen van 40 gigabyte voor de Flight Simulator. Oké. Er was een nieuwe update en de hele game is vernieuwd. Ja. Ah, vandaar. Allemaal hartstikke mooier geworden, veel mooier. Jongens, ik zat even te denken. En ik denk dat ik een datum eventueel heb voor ons uitje naar Arnhem. Ik zat zelf te denken aan 21 augustus. Ja, maar dat kan Richard niet, want die zat met vakantie. Oh. Ja, ik heb laat vakantie. Omdat jij zei dat je vanaf de 17 zou kunnen. Ja, vakantie, dat begon met vakantie, maar wij gaan eerst met de camper een paar weken weg nog. Ja, dus ik weet niet, ja. Nog een paar jullie keer. Mogen anders wel gaan hoor, dat ik even een keer alleen ga ofzo. Of... Ja, nee, ik wil het wel met z'n allen doen. Ja. Dan moeten we ook begin september doen, maar ja. Dan is het misschien niet zo warm ook. Maar... Of juist warmer, hè, want het is nu nog vrij fris, vind ik. Ja, je weet het tegenwoordig toch niet meer, hè. Ik kan dat Soestdijk niet vinden. Doortje is in september jarig. Nee, is niet waar, oktober. Een aantal jaren geleden hebben we ook gewoon in de buiten tot 11:00 avonds buiten gezeten. Ja, nou ja, dan zou het handig zijn als je het doorgeeft wanneer je wel zou kunnen, want kan ik daar rekening mee houden. Ja. Ik heb het natuurlijk al een paar weken geleden erop gezet. Ja. Dus. Nou ja, je weet waarom ik nog niet, geen data, zodat het in principe... Nee, jij hebt gezegd dat je sowieso wel in een weekend kan, maar niet voor de week. Nee. Dus, kijk, daarom had ik ook 21 augustus zaterdag, ja. Dus... Ja. En dan komt Jurren ook. Ja. Dus, want hoe lang blijf jij weg met vakantie dan, Ries? 3 weken. 3 weken, ja. Ja, dat is tot 5 september. Ja. Ja, dan beginnen de scholen weer. Ja, daarom zeg ik, want het is ook lastig. Want mijn vakantie zou eerder zijn, maar dat is ook verzet. Wegens omstandigheden. En daarvoor heb je geen mogelijkheid? Maar als we in het weekend gaat. Ik zal zo meteen even naar die datums kijken. Ja, de 21ste had je in gedachten, maar dan ben ik dus weg. Ja, nou, en anders een week daarvoor. Dan krijgt hij. Is het. Maar dat kan Bjorn weer niet. De 15e? Nee, ik zit even met het probleem dat ik nu even moet waarnemen op de zaak. Omdat, dat kan ik niet in Discord zeggen, want ik zit live nu. Maar ik moet even waarnemen de komende weken tot mijn vakantie. Het is even anders gelopen dan de bedoeling was. Maar ja, kijk gewoon even, zet even die datums neer in het speciaal kanaaltje uitjes. Wanneer dan iemand wel kan, want dan kan Bjorn misschien er weer aanpassen. Ja, voor mij is in het weekend ook een keer best hoor.
dan door de week. Voor de meeste, denk ik. Maar... Ja, want zijn de kinderen toch ook vrij? Hoeven niet naar school als het in de weekend gebeurt? Nee, mijn dochter die is sowieso tot en met 5 september vrij. Ja. Ja. Die heeft zomervakantie en die gaat sowieso ook mee. En Mara in. Ja, maar bedoel ik, als zouden ze wel naar school moeten, dan als het op een zaterdag is, hebben ze nog geen school. Dat bedoel ik. Nee, 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 dat niet. Hier, vlieg naar boven Amersfoort. Oh. Ga ik even over mijn eigen huis heen. Gooi er een zure bom op. Even inzoomen. Oh, wat een klein huisje. Oh, de tennisvelden, ja. Ah, ja. Even kijken, hier heb je de A28 lopen. Ja. En dan heb je hier links, waar ik nu heen draai, Leusden. Oh, 33,99 gigabyte binnen van de 40. Oh, het schiet al op, Ben. Ja. 84%. Ja. Dat is normaal update van 40 gig. Gewoon een hele nieuwe inflatie wel even. Hier de kerk. in de kerk, zei Dominee. Ja, de kerk van Leusden hier. Kijk. Zie je hem? Oh ja, daar ja. Ja. Daar ook. Bij de halve hoeksteen. Ja. De kerk heet ook de hoeksteen zeker. Ik heb geen idee, dat ronde gebouw daarnaast, dat zijn de appartementen. Voor senioren. Ja, die liggen altijd krom, hè. Ja. De eurowoningen. Oh, het kostte die maar een euro. Ja. Het zijn gigantische lelijke huizen, van binnen wel lekker ruim. Ja. Het is voor mij worsten hoe je er aan de buitenkant uitziet. Staat dat zo? Ik ga in ieder geval zo meteen nog even film kijken, niet te laat op het bed. Ik ben nog steeds best wel van gisteren. Een jetlag. Ja. Minstens. Ja. Dus, nou, je hebt wel een leuke dag gehad. Ja, absoluut. Dat is belangrijk. Daar gaat het. Ja. De foto's die staan morgen nog op Facebook, dus kunnen jullie ook nog zien en zo. Dus, ja, hey, leuk man. En dan ga ik zo meteen ook mijn dochter naar bed brengen. Dus ik heb het even gehad voor vandaag en van gisteren. Je hebt gelijk ook. Ja. Doe de groetjes van Dina. Ja, zal ik doen. Dina, de groetjes van Ben. De groetjes terug. Ah, ja, wat lief hè. Dus. Ja, nee, is goed jongens. Nou, dan spreek ik jullie misschien morgen nog wel. Ja, is goed. Dat ik wel weer een beetje bijgekomen ben. Ja, nee, is goed. Zo simpel is het. Wat zeg je? Iemand. Dus, nee, is goed mannen. Hey, in ieder geval bedankt. En, ik zou zeggen, laat even wat horen over hoe en wat. Okay? Ja, ik ga dat even bekijken. Erik. Is goed, Richard. Yo. Hey, doei, fijne avond. Zelfde. Zelfde. Yo. Nou, als ik nog naar Eindhoven moet vliegen, dan ben ik nog wel even bezig. Nou, hoeft niet hoor. Nee, dat wordt te lang. Daarom, je hebt een aardig rondje Nederland gedaan. Daarom. En er zit niemand meer in. Hij staat op een eindje. Oh, is er nog iemand in de chat? Ja, er zijn er nog twee. Want Richard wil naar bed. Nog iemand in de chat? Ik wil even kijken of ik kan landen op Soesterberg. Oh ja. Dat is een militair vliegtuigveld, toch? Ja. Nog steeds? Ja. Tenminste, het is wel gesloten inmiddels, hoor. Oh, dat bedoel ik. Want, maar dat luchtvaartmuseum... Soesterberg ook, hè? Ja. Dat luchtvaartmuseum zit erbij. Ja. Dat doen ze nou al die musicals, hè? Van Prins Oranje. Had ik begrepen. Ja. Ja, ik ben er nooit geweest, hoor. Ik weet het. Maar het ziet er inderdaad net of je echt eroverheen vliegt.
Hier bij onze computerwinkel hebben ze van die, voor die raceauto's, hebben ze een plateau. En ja. Dat gaat dan links en rechts, hè, als je door de bochten gaat. Maar zoiets heb je ook voor de flight simulator. Ja, ja, ja. Dat je stoel dan achterover gaat of zijwaarts. Nou, joh, ja, mooi, hè? Helemaal niet meer uit. Maar ja, dat is niet te betalen, joh. Dat leg je zo 7.000, 8.000 euro voor neer. Ja. Nou, heb ik het niet voor over, hoor. Moet ik even kijken, want Soesterberg moet ergens hier liggen. Ah, anders zit hij gewoon op de parklaan liggen. Ja. Heb iemand voor de deur met een briefje. Ik morgen weer terug. Ja. Ik parkeer even mijn toestel en ik kom morgen terug, mensen. Ja. Ja, mooi, hè. Vlug een kwartjes in de automaat gooien. Ja. Oh. Nee, want je hebt hier de vlasakkers en net naar de asvlakkers. Dan heb je links Soesterberg daar. Ah, ja. Nee, dat komt wel goed. Oh, jawel, ben ik ook helemaal niet... Nou, dat... Nederland heeft het goed gedaan, hè, op de Spelen. Achter ja. De prijs. Mooi, hè? Ja. Ja, dat dan wel. Ja. Even kijken, heb ik al. Oh, daar ook. Zet hem in de bocht. Oh, dat lijkt wel een circuit. Rechts van je. Hier, oh ja. Ja. Nee, dat is de Vlasakkers. Ja. Ja, hier ligt het vliegveld. Ik zie hem al. Wat is dat, de Vlasakkers? Ja, een soort natuurgebied. Maar het leed net een circuit. Een rechtstuk, een paar bochten ja. Erin. Hier moet ergens die baan zijn. Ja. Oh, recht voor je, denk ik. Met het witte puntje? Nee, hier bij die, die gate. Die baan die is weggehaald, die zie je niet meer. Omdat die gesloten is, het is een niet officieel... Wat militaire nee, velden. Het lijkt wel een baan ja. Waar nu gras over groeit. Ja, maar kijk, hier links heb je die gebouwen en dit stuk, daar heeft vroeger die baan gelegen. Ja, ja, wat doen ze nou daar, weet je dat toevallig? Ja, het is een luchtvaartmuseum. Oh. Militair luchtvaartmuseum. Oh, oké. Okay. Maar die baan die hebben ze weggehaald in Microsoft, want dat is een militaire basis. En die hebben ja. Ze niet in die game gemaakt. Nee, dat klopt. Maar die baan die liep wel zo ergens. Dat zag je vroeger al, sommige stukken in Flight Simulator, de eerste versie. Ja. Dat was ook gewoon op de map ook niet te zien. Maar dat is het gewoon weggetekend. Nou, ik zet hem gewoon hier neer en dan... Ah ja, joh. Kun je het schelen. Je rent gauw door de bosjes naar huis toe en niemand weet het. Ik moet zeggen dat ik wel rustige landingen heb vandaag. Ja, netjes hoor. Netjes. Ja. Oeps. Beetje hobbelig hier. Ja. Ja. Nou, komt heel mooi uit. Ik ga hier, oh nee, niet de boel afsluiten. Oh, ik moet niet de greppel in. Ja, ik kom in de bewoonde ja. Wereld uit. Ik moet wel ruimte hebben om vandaag of morgen, oh nee, ik ga toch van elke plek afstappen. Ja, daarom. Ja, dan ben ik ook wel benieuwd hoe het op andere plekken is. Typisch eigenlijk dat ze die lucht, of die... vliegbaan weg hebben. Ja. En heb je ook al gezien of er andere toestellen bij zijn? Of je oude toestellen er nog tussen zitten? Of dat je die allemaal weer opnieuw moet doen? Zet even alles uit. Want dat bedoelde ik in het begin vanavond ook. Of ze niet jouw extra updates hebben overschreven. Zeg wel, dat je Amersfoort mooier kon maken, Amsterdam mooier kon maken. Ja. Lelystad mooier kon maken. Even mijn parking brake set.
Maar al die layout zou je wel uit kunnen zetten hoor. Dat is alleen maar voor iemand die het pas doet, hè. Ja. Zo. Hartstikke idee. Nog 10. Dan 34,99. Nou ja, ik heb hem neergezet op Soesterberg. Ja. Midden in de Gerardmorg staat hij opgevreten door de koeien. Ja. Oh, er is nou weer iemand bijgekomen. Hoeveel brandstof had ik nog over? Oh, ik had nog 35%. Ah. Oh. Ja. Nou, we staan dus op Soesterberg. Ja. Nou ja, ik vond het wel even gezellig zo. Ja. Weer een stukje Nederland laten zien, dus... Zo is me net. Ja. En ik ga morgenmiddag wel even kijken hoe of wat, want morgenochtend heb ik geen tijd. Nee. Mooi hè, die zon zo. Ja. Precies, ja. Hoe ze het voor elkaar krijgen. Ja, het is wel mooi gemaakt. Absoluut. En nou, die ringen erin, zie je dat? Rood, ja. Groen. Ja, het is echt wel, wel gaaf hoor. Ja. Zeker weten. Ik kan ook best begrijpen dat ze hier ook echt vliegles mee kunnen geven. Ja, die trainingprogramma die zitten er ook in, hè? Ja. Dus dat is wel mooi. Ja. Absoluut. Oké, Ben. Ik zou zeggen bedankt voor zover. Gezellig dat je er was. En doe ze allemaal de groeten bij je thuis. Dat zal ik doen. Er zit er één beneden op de bank. Die zit al te wachten met de koffie, denk ik dus. Oh, dat is Annerie. Ja. Ik ga het doen en jij aan door. En we komen elkaar weer tegen, ja? Gaan we doen. Oké, man. Bye. Hey, slap lekker. Yo. Ja, you too. Yes. See you later in the alligator. Ja. Ciao. Sorry voor de nieuwe kijker, maar we gaan eruit. Ja, helaas. Pindakaas. Yo. Hey, Ben. Goed, hè? Groeten. Yo. Oké, leuk dat jullie er waren. Nieuwe volgers, bedankt voor het kijken. En de volgende keer Richard Hollander live. Je krijgt vanzelf melding als je mij volgt. Ik wens jou nog een fijne avond verder en bedankt voor het kijken. Bye bye, slaap lekker.